Ja, u heeft begin deze maand uw geloofsbrieven overhandigd aan president, de Israëlische president Herzog. Ja, kunnen we nu zeggen dat het werk officieel zal beginnen voor u? Ja, het is officieel begonnen doordat ik mijn geloofsbrieven heb overhandigd aan deze geweldige president. Nu is het begonnen. Ja, hoe was het toch wel als we teruggaan naar die ontmoeting? Hoe was toch die ontmoeting? Hoe is het geweest? Nou, ik moet zeggen, een hele geweldige ontmoeting was ja. dat. We zien het ook in beeld, gaat u gaan? Oh ja, en ja, daar ziet u de ontmoeting met de president Herzog. Ik kan al met al aangeven dat dit een geweldige mijlpaal is. Dus Suriname. Eigenlijk moet ik zeggen, gefeliciteerd Suriname. Ja, is het, bent u, u zult me corrigeren, bent u de eerste Surinaamse ambassadeur die dus nu een post heeft in Israël? Ja, ja, ik ben de eerste ambassadeur in de geschiedenis van Suriname Israël, voor Israël. Ja, dat is toch een bijzonder moment om het zo te zeggen, de eerste. Ja, ja. Ja, u bent dan degene die het werk moet gaan neerzetten, de fundering moet gaan leggen, om het zo te zeggen. Wat zijn toch wel zaken die zijn besproken met de Israëlische president? We hebben een kort gesprek gehad, maar ik kan zeggen, de zaken die zijn aangehaald daar, kan je zeggen, leek op een 2 uur lang gesprek. We hebben onder andere gesproken over landbouw en volksgezondheid. Dat zijn ook mijn prioriteiten. Dus ik vond het al heel bijzonder dat hij dat aanhaalde. Ja. Israël wil ons helpen met het landbouwgebeuren in Suriname en ook met volksgezondheid in Suriname. Ja, als we alvast het eerste kunnen nemen, dan praten we over landbouw. Ja. Wat zijn toch wel zaken waar we naar uitkijken van de samenwerking tussen Israël en Suriname? Hoe kunnen wij zo de hulp van Israël gebruiken? Op de eerste plaats kunnen we hun expertise gebruiken. En daar, dat hebben ze ook aangegeven. Dat ze ons willen helpen, trainen, met trainingen. Zodat wij het ook zelf kunnen doen zoals zij het doen. Dus that's it. Zijn er misschien specifieke zaken binnen de landbouw waar wordt aangegeven van oké, trainingen op het gebied van, noem maar op, zeg het maar. Eigenlijk, over de gehele wereld denkt men nu aan planten in kassen. Dus daar willen ze ons trainen, eigenlijk om te planten in kassen, want dat doen ze ook heel veel daar. Oké. Dus eigenlijk kunnen we zeggen, de traditionele wijze van landbouw in Suriname, dat het dus toch een bepaalde omschakeling vindt. Precies. Ja. Precies. Aan de andere kant hebben we dus volksgezondheid, gaf u aan. Hoe moet die samenwerking, hoe moeten we kijken naar zo'n samenwerking? Op de eerste plaats, ieder weet, u weet dat ook, Israël is wat betreft volksgezondheid, gezondheid, op een heel hoog niveau. En wij moeten dan afstappen en gaan naar het digitaliseren. Dus daarin gaan ze ons ook heel veel helpen. Ja, digitaliseren op welk gebied? Hoe kunt u ons daarmee een beetje specifiek? Bijvoorbeeld als ik dit kan aangeven, nu gaan we naar de dokter bijvoorbeeld en we moeten werken met heel wat mappen en dat soort van dingen. Maar een druk op de knop, met dat wat ze, waarmee ze ons gaan helpen, met een druk op de knop, zie je eigenlijk alles van de persoon. De naam, om maar een voorbeeld te noemen, de kwalen, uw ziekte en zo, kunnen we gelijk zien, kan de arts gelijk zien. Dus dat is maar één van de voorbeelden die ik wil aanhalen. Ja. Hoe staat het dan zelf met de expertise? En dan denken we echt aan die volksgezondheid, dat van specialisten, is er daar overal gesproken? Ja, nog niet in depth, maar we zitten ook met die gedachten. Want Suriname heeft zo op dit moment heel hard nodig specialisten. En ik had ook een gesprek met de directeur van volksgezondheid.
En hij heeft ook gevraagd naar specialisten. Dus dat gaan we maar gaan trekken. Ja, vanuit de Surinaamse zijde. Maar het is toch wel, we weten dat de minister Ramdien vaker heeft aangehaald. We moeten echt kijken naar investeringen om, voor Suriname. Is landbouw en volksgezondheid een specifieke taak die u heeft gekregen vanuit de Surinaamse zijde? Hoe moet ik dat zien? Ja, meer nog om eigenlijk in de business to business eigenlijk. Dat is een van de taken die ik gehad heb, de opdracht van de president om dat te gaan trekken. Want Suriname heeft investeerders nodig. Dus dat is een van de taken die ik moet gaan doen en trekken. Ja, u bent niet residerende ambassadeur, dat betekent u staat plaats in Suriname. Hoe zal het werk toch eruit zien? U bent hier, maar in feite het werk dat u moet doen in Israël, hoe moet het toch eruit zien, dat plaatje? Voor nu doen we het echt virtueel. En als het hoog nodig is, hard nodig is, dan reis ik wel af. Vanuit Suriname is het zo, zoals ik al aangaf, virtueel. We connecten, we praten en we brengen op zo'n manier de samenwerking op gang. Mm-hmm. Ik ben heel goed in contact met mijn counterpart, dat zit in Panama. En hij doet ook een hele goede job. Dat is ambassadeur Itay Bardoff. Ja, ambassadeur, we hebben ook begrepen dat de Israëlische president bekend heeft gemaakt dat hij dus eigenlijk naar Suriname zou willen afreizen. Ja. Op grond waarvan hoe is dat ter sprake gekomen zo? Nou, bij de eerste ontmoeting al zei hij, hij heeft een boek gelezen over Suriname sinds kleins af. En hij zei, ik wil dit land toch wel beter leren kennen. En hij vroeg gelijk, ik wil graag een bezoek brengen aan Suriname. Hoe kunt u dat voor me regelen? Ik zei, ja, graag, ik wil dat sowieso doen. Want dat zal ook een historisch moment zijn voor Suriname. Voor het eerst in de geschiedenis komt dan een Israëlische president naar Suriname. Dus dat breng ik nog naar de president. En vanuit zijn kabinet zal de uitnodiging de deur uitgaan. Ja. En hem uitnodigen naar Suriname. Ligt het ook in de bedoeling om in de toekomst zelf ook een ambassade op te zetten in Israël? Hoe staat het daarmee? Dat is eigenlijk toekomsttaal, omdat wij, zoals u weet, we zitten nu in een crisis. We hebben, om een ambassade op te zetten, heb je echt geld nodig. En nu hebben we dat geld niet. Maar in de toekomst kunnen we wel daaraan kijken. Ja. Ambassadeur, er wordt soms aangegeven dat we merken niet echt dat, of tenminste er zijn critici die beweren dat men niet echt merkt dat er buitenlandse investeerders interesse hebben in Suriname. Nu met Israël, wat heeft u toch gemerkt? Wat zijn uw eigen ervaringen? Nou, die mannen zitten vol van. Wat ik heb gemerkt, en eigenlijk in al die meetings hoor je dat, gooi je dat op tafel. Dus ik heb een goed gevoel daarover. En ik ben er eigenlijk vol van dat dit tot stand zal komen. Ja. U sprak over die business-to-business sector, over de business-to-business met Suriname. Ja. Wat zijn toch wel interessante sectoren voor de Israëlische ondernemers als ze zo naar Suriname kijken? Sowieso ons goud en onze olie. Daar hebben ze heel veel interesse in. Mm-hmm. Dus nu moeten we gaan kijken hoe we dit tot stand zullen brengen. Ik ben niet in dep gegaan met ze, maar ze gaven aan, vooral de president, dat hij geïnteresseerd is in ons
olie en ons goud. Ja, nu bent u terug in Suriname. Wat is toch het werk dat u hier moet doen? Wat zijn toch wel de zaken die u hier moet voorbereiden om dus weer mee te nemen naar Israël? Sowieso de zaken die daar zijn besproken, gaan we nu invulling daaraan geven. En dan koppelen we terug met Israël en kijken hoe we die kunnen matchen. Kijken wat aan hun kant en aan onze kant wat we kunnen doen aan de zaken die zijn besproken in Israël. Ja, als ambassadeur, als u zo kijkt naar de situatie, in dit geval Israël, we weten dat er een bepaalde, niet behalve business to business, is er met bepaalde geloofsovertuigingen in Suriname, is er toch wel ook een geestelijke verbintenis met het land. Zijn zulke zaken ook aan de orde gekomen? Met bepaalde, ik zou niet zeggen figuren, maar bepaalde mensen in het land zelf hebben we gesproken. En ze hebben ons uitgenodigd eigenlijk om mee te doen aan hun geestelijke activiteiten. Zo dat we geestelijk Suriname en geestelijk Israël kunnen connecten. Mm-hmm. Dus op die manier zie ik ook dat er goede vooruitzichten zijn. En daaraan willen we ook gaan trekken. Geestelijk, zowel natuurlijk. Ja. U werkt als ambassadeur, het zaken die u moet gaan realiseren, de fundamenten. Als u kijkt naar vooral het jaar nog 2023, het eerste kwartaal is al voorbij. Ja. Wat ziet u nog graag gerealiseerd worden dit jaar? Sowieso de trainingen op landbouwgebied, sowieso. Die twee zaken wil ik gerealiseerd zien dit jaar nog. Dat de mensen komen of dat wij gaan om getraind te worden. En die twee zaken zie ik toch nog gerealiseerd worden dit jaar nog. Ja, nou ambassadeur, ik wil u toch hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio. En weet u, bent nog aan het prille begin van uw werk. En heel veel succes met uw werk verder als ambassadeur van Israël. Dank u wel voor de gelegenheid ook. Dat ik hier mocht komen en de boodschap geven aan het Surinaams volk. Ja, dat is dus ambassadeur Stefanus Noordzee, die pas zijn geloofsbrieven heeft overhandigd aan de Israëlische president Hertog. En toch wel heeft aangegeven dat hij wil dat de concentratie zal zijn op voornamelijk landbouw en volksgezondheid. En ook van de Israëlische zijde is er aangegeven dat ze veel interesse hebben in